De vijf grootste voordelen van detacheren via Stone. Als eerste, minder risico. Als je wordt gedetacheerd via Stone, sta je alsnog onder het contract van Stone. Je hebt een vaste baan, je hebt flexibiliteit, op interim basis werken, verschillende mooie opdrachten en dat nog steeds met een vast maandsalaris. Het kan natuurlijk wel een keer gebeuren dat je op de bank komt te zitten, maar eerlijk gezegd, bij Stone komt dat niet zo vaak voor. En als tweede, ervaring. Natuurlijk bouw je heel veel ervaring op in een hele korte tijd. En dan komt natuurlijk omdat je daar op een opdracht zit, dan weer daar en dan weer daar. Zo kan je dus eigenlijk in een hele korte tijd veel kennis opbouwen. Zo blijf je als mens en als professional verder ontwikkelen. Oh, over ontwikkeling gesproken. Derde punt, ontwikkeling. Wil jij tijdens je opdracht toch nog wat meer kennis opbouwen? Nou kan dat natuurlijk, want we hebben een opleidingsbudget. Deze mag je gebruiken naar jouw behoeften. Je krijgt natuurlijk een contactpersoon en daar zal je het meest mee schakelen om te delen waar je behoeftes liggen. En als vierde, ondersteuning. Jij wordt natuurlijk wel gedetacheerd via Stone, maar je blijft alsnog een team van Stone. Klinkt best wel logisch eigenlijk. Maar wat wij daarmee bedoelen is dat je echt kan rekenen op Stone. Jij hebt een heel team achter je staan en je staat er echt niet alleen voor. Dus als jij een keer wil sparren over het een en ander, dan staat er altijd iemand voor je klaar. En als laatste, netwerk. Als je natuurlijk aansluit bij Stone, bouw je een enorme netwerk op. En dat komt omdat je natuurlijk van de ene opdracht gaat naar het ander. Maar Stone bestaat nu al onderhand al 10 jaar. We hebben zo'n enorm groot netwerk opgebouwd. En daar mag jij, zoals sommigen het zeggen, je vruchten van afplukken. Daarom kunnen we jou helpen aan een klus waarvan jij denkt dat het onmogelijk was. Maar bij Stone is dat wel mogelijk. Dus begint het bij jou al een beetje te kriebelen? Dan mag je zeker contact opnemen met mij of met Robert, mijn collega. Stuur dan gerust mij een bericht als je geïnteresseerd bent. Of als je denkt van, hey Ijf, ik wil eventjes sparren erover. Geloof me, niks staat vast. Alles is echt vrijblijvend. Ik ben bereikbaar op het nummer die je hierboven gaat zien, boven de video en het e-mail waar je me op kan mailen. En natuurlijk kan je me ook via LinkedIn een berichtje sturen. Dus ik kijk ernaar uit om jou binnenkort bij Stone te zien. Doei!